Het vijverterrein in Tiel kan over een maand of twee zijn leeggeruimd. Reuvers Autodemontage heeft even verderop namelijk een nieuwe locatie gekocht. De oude metaalfabriek Laterstein. De fabriek waar auto-onderdelen werden gemaakt sloot in 2016. Op deze locatie wil Reuvers deels de bedrijfsactiviteiten voortzetten. Ook opent hij er het Autosloperijmuseum Tiel. De hoofdvestiging van het sloopbedrijf blijft aan de Noorderhavenweg op bedrijventerrein Kelle. Voor de vestiging op Laterstein werkt Reuvers aan een nieuw concept waarbij de nadruk ligt op sociale werkvoorziening. Een functie waar het bedrijf in de loop der jaren veel ervaring mee heeft opgedaan. Het totale terrein is even groot als het deel van het vijverterrein, namelijk iets meer dan een hectare. Het bedrijf zoekt nog naar een geschikte locatie elders in Tiel waar schroot kan worden opgeslagen. We zijn op Laterstein, op de Laterstijnse Middenweg. Het bedrijf Laterstein. En het lijkt ons een zeer geschikt pand om hier te doen wat we eigenlijk nog in de planning hebben voor onze bedrijven. In het kort, wat is die planning? De planning is dat we toch iets gaan doen met het demonteren van auto's en onderdelen. Maar geen opslag meer van oud ijzer en schroot. Dat willen we op een andere locatie gaan doen. En wat ik me eigenlijk ook heel erg op verheugd is dat we toch een stukje terug gaan brengen van het museum waar we ooit eens een keer gehad hebben. Van hoe gingen de auto's vroeger gesloopt worden. En hoe het er nu aan toe gaat. Dat willen we toch ook weer terugbrengen in deze locatie. Eind goed, al goed? We zijn nog niet aan het eind, maar het gaat goed. We zijn verheugd dat er ook een positieve ontwikkeling gaat gebeuren op deelgebied 2 van het vijverterrein. Dat het het beeld kan krijgen wat we altijd hebben proberen te bogen. En dat loopt ook goed. Dus het is afwachten. Als we dat eind halen, dan kunnen we zeggen eind goed.